vanavond om 11:45 trainen. En dan proberen we om 12 uur natuurlijk met de wedstrijden te starten. En dan komen we straks bij u terug. Tot zo! Race nummer 3 in de baan. Dan worden de trappen toch wel weer een beetje sneller. We gaan hier naar de 6. Ja. Die slaan de leiding. Lady van de Hoogte heeft een goede baas in zitten. Wordt graag gevolgd door twee van AC Nuland. En dan zien we daar nog een mooi hanekammetje op de vierde plek. Maar dan komen we net even binnendoor van FC Amazone. En dat zal niet Meijering zijn, maar hij zal op de tellen moeten passen. En daar komt er een van de Woppers, Tim Gooitjes, binnendoor. We hebben een klein valpartijtje net in de laatste bocht. Hij zit alweer op de fiets. Race nummer 4 met Kevin van den Burg, Corné Hooghanger, Lars van der Hamer, Mike Ren en Rick van A. Eentje van Gelder. 419, Chris Verstappen zit er goed bij. Het hier de toppositie in handen. Het pakt meteen een paar meters die voorsprong op de andere. Chris Verstappen van FC Nuland hier aan de leiding. Gevolgd door Jochem van Adelbeek van Tolhoekers. En dan een mooi duelletje achter in het veld. Drie rijders van FC Nuland, van een van de boeren, dat zal Harm Spulders denk ik zijn, en Antoine Blankers van FC Amazone. Race nummer 6, het gaat al iets sneller, eigen klas 8 daar met een mooie sprong. 717, Niels Hoewel, met hier aan de leiding. Er komt even van de FC Nuland op de tweede plek. Dichterbij. Isa van Binder en dan hebben we nog op de derde plek van de FC Amazone en dat moet dan Jasper Kaasdagen zijn. We gaan even kijken wie daar op vier ligt, dus die rond is van 17 op het 11e Jorn Tektor. Moeilijk hè? Race nummer 7 alweer op de baan. Dit kijk hier aan het einde gaat van FC Nuland. 442 is op Westby van Nistelrooy. En dan hebben we nog die andere rijder van FC Nuland. Dat moet dan Femke Gerritsen zijn. Maar ik zie er even naar voren voor ons thuis. Dus daar gaat een met een rood shirt en dan moet Wouter Maas van FC Amazone komen. Nee. Hij pakt hier dan toch voor in die eerste plek. Race nummer 8. Ik denk Michael of Glenn van den Berg. Race nummer 9 alweer. Gaat in de baan, nu aan de leiding, Mino van Rijswijk. Gevolgd door, die mooi binnen doorschiet met 458, Mike Heesijers. En Mino van Rijswijk toch eventjes aanzet om een gaatje te slaan. En dan krijg je Mike Heesijers op die tweede positie van FC Nuland. Vervolgens door nog eentje van FC Nuland en dat zal denk ik met haar lange manen Lieke Maas zijn. Race nummer 10. Dan pak er eentje van Gilbert Malsen. Dat zal denk ik tussen de regio zijn. Met 317. Zij en zij met Koen Dollegoed die nog niet opgeeft. En hij heeft groot gelijk, hier op zijn thuisbaan, Koen Dollegoed. Oei!
maak een klein pootje net, een klein stuurpootje. En dan is de kans al. Op met de eerste positie, die zin eigenlijk al voorbij. Jammer. En daar zien we nog eentje van Tiel, de koppositie in aan hebben. Nummer 117, Jimmy van Tretten natuurlijk. Gevolgd door Kevin Stolboom. De driemans sterk. Van de wijrijders, vooraan. Op die derde positie hier zit dan Pablo Vermeulen. Hier goed aan scoren en race nummer 11. We gaan snel door naar race nummer 12. Met twee rijders van FC Nuland en eentje die nu de koppositie in handen heeft van FC Nuland. Er kan iemand anders zijn in als Lotte van Zandvoort hier op haar thuisbaan. Op die tweede positie zit dan Rommel Strijk van FC Amazone. En dan op die mooie derde positie, Max Hommel. Dan gaan we eens kijken of op plek 4 zit, Kelly van der Kamp van AC Milan. Race nummer 14 naar de baan, met Jan de Pompe, Frank Donnergoed, Jonge Schoenberg, Rusty van Bergen, Bart-Jan Olly. Chelsea Broekmeulen en de jongen van den Heuvel. Met een mooie sprong hier met 383 jongen van den Heuvel. Aan de leiding hier van Gelderbalse. Een mooie paar meter voorsprong. Er kan eigenlijk niks meer gebeuren. Door naar race nummer 15. In de baan hebben we Jörg Koolmans, Rosanne Schietziger, Max Bos, Raymond Willemsen, Jeroen Sorterre, Jurke van der Heijden en Sam Groenendaal. Aan de leiding hier ben ik Jeroen met 425 op de thuisbaan. Gevolgd door Sam Groenendaal. Van Doemers. En dan zien we daar eentje van de wijrijders. Raymond Willemsen op de derde positie. Race nummer 16 op de startheuvel. Met Daniel van der Weijden, Joyce van der Burg, Stefan Wanger. En Koen Koster, Chef Herrijders, Danny van Doesburg, Leon Boon en Juri Boon. Voor die maar weer dat de snelheid alweer omhoog gaat. Aan de leiding hier met 406 Koen Koster. Hij zal zijn kaas die van de boterham laten af even hier op zijn eigen thuisbaan. Kijk naar eens. Pak toch gewoon een minuutje op 10 voorsprong. Op die rijden van Gelderbalse. En dat zal Stefan Wouter, Danny van Buurtwerk en Leon Bauer zijn. Race nummer 18 van de startheuvel met in de baan Cindy van Houten, Erik Boedema, Martin Maas, Pascal van Nuizenborg, Jan van Dorfenthal en Maarten van Rijk en Willy van Duisburg. Aan de leiding hier eentje van de FC Milan. Dus even kijken. Met 479 is dat niemand anders dan Tom van Dunter. Dus even kijken waar Riemboot zit. Die zit in het middenveld. Hij moet er net eentje door laten gaan van Tiel.